Jongens, dit is nou al de tweede keer vandaag dat jullie hier zitten. 9:30. Nou, 2 keer het schoolplein vegen op 1 dag, dat heeft geen zin natuurlijk. Maar er is wel iets anders wat jullie voor me kunnen doen. Jullie zullen vast wel gehoord hebben dat ik mevrouw Spek geregeld heb. Ja, zeker. Big time, ja. Ik heb haar gegeven en zij heeft mij ook gegeven. Ja, ja, jongen. De fame en de money van de conrector, hè. Dat vinden ze schitterend, die wijven. Maar ja, nou begint mevrouw Spek dus te bitchen dat ze een ring wil. En ik ben intussen ook alweer aan het scharen met mijn ex. En met Frederik natuurlijk. Wat? Nee, mag. Ik heb het laten uitzoeken door een advocaat. Is blijven zitten. Is in orde. Maar waar het om gaat is dat Spekkie gedumpt moet worden. En dat gaan jullie voor mij doen. Nou, je bent toch een volwassen man? Nou, en? Dat kun je dan toch zelf doen? Nou, en? Ja, ik deed het echt in groep 3, hè? Het uitmaken voor iemand anders. Nou, en? Jullie zijn eruit gestuurd. Jullie gaan het doen. Hoedje van de koning.